Graafschap in de blauwe broeken begint het nogal gehandicapt hier in Dordrecht. Want vanwege uiteenlopende redenen kunnen maar liefst 8 spelers niet in de basis verschijnen. Dat zijn Breinburg, Masop, Vinken, Van Kouwen, Van der Pavert, Evers, Hulst en Lazic. Maar er is ook goed nieuws, want de clubtopschutter Anko Jansen keert na een schorsing van 4 wedstrijden terug in de basis. Rijsdijk. Gielissen, blijkbaar geen buitenspel. Een goede bal voor de goal. Voor Veldwijk, die kopt hem niet al te ver naast. Het eerste gevaar in deze wedstrijd van Dordrecht. Prupper. Over Alizic heen. En dus de kans voor Garcia Calvete. En die laat deze kans dus liggen. Het is een vrij gezapige wedstrijd tot nu toe. Dordrecht begint dus zeer behoudend. De Graafschap heeft moeite om er doorheen te komen. Dit is Molhoek namens de thuisploeg. Naar Gielissen met 4 mensen van Dordt voor de goal. Molhoek is er één van. Een ander is Veldwijk. Wie gaat op zoek naar ruimte heeft hij ook gevonden. En we noteren de beste kans in deze wedstrijd voor de Dordtenaren. Veldwijk stuit op Terrel in de 25e minuut. Dat is een goede bal op El Asnaoui. Geen buitenspel. En via Lima verdwijnt de bal over de goal van Doudé. Maar geeft scheidsrechter Manschot een strafschop. Hij heeft dus hens gezien van Lima na die messcherpe voorzet van El Asnaoui. En de ploeg uit Doetinchem krijgt een penalty. En ja, wie gaat hem nu nemen? El Asnaoui denkt een aandeel te hebben in deze verkregen penalty. En wil wel. Maar wordt weggestuurd door Meijer en Awassar. Want Anko Jansen is nou eenmaal de man voor dit soort klusjes bij de Graafschap. Anko Jansen kreeg rood op 8 maart tegen Volendam. Een tijdje uit de running geweest. Staat op 17 goals dit seizoen. En dit is nummer 18. En de Graafschap dus op 1-0. Hier komt de Terrel. Lima. Rijsdijk leunt een beetje bij Jochem Jansen. Goeie bal van Post. Geen buitenspel. Veldwijk. Nou, even goed leggen. Uithalen. En hij stuit op Terrel. Opnieuw een behoorlijke kans dus voor Lars Veldwijk. Hier zit Prupper tussen. Garcia Calvete, Prupper, El Asnaoui moet oppassen voor buitenspel. Dat is het niet voor Anko Jansen, die er 0-2 van kan maken. Maar die goal wordt voorkomen door de hand van Doudé en de lat. En zo zijn de rollen in de tweede helft behoorlijk omgedraaid. Dordrecht voert de druk op. De Graafschap kan eruit via de counter. Maar Anko Jansen komt hier niet aan een tweede goal. Na een minuut of 25 in de tweede helft, de laatste wissel van Virgil Breedveld, die Alizic naar de kant haalt en Idab Dohaai terug in de ploeg. Groot misverstand tussen Garcia Calvete en Jochem Jansen. Idab Dohaai met een aardig schot en de goal voor Dordrecht, de gelijkmaker. Via invaller Idab Dohaai, die koud in het veld staat. En hier voor de 1-1 zorgt. Ja. Dat is balverlies van Jochem Jansen. En dat was toch te voorkomen. Hij lanceert Dordrecht via Veldwijk, via Peersman, via Castaneer. De 16-jarige voor zijn eerste goal in het betaalde voetbal. Nee, die wordt voorkomen door Joost Terrel. Hoekschop indraaiend via Kousenmaker. Terrel komt eraf, maar mist. En Lima scoort wel. 2-1 voor Dordrecht. En wederom ziet Joost Terrel er daar dramatisch uit. Toch een hele opmerkelijke tweede helft. De Graafschap voetbalt totaal niet. En via Lima wordt het 2-1 voor Dordrecht. Dat op deze wijze misschien in de race blijft voor de na-competitie. Gielissen. Castanier.
Rijsdijk. Oeh, dat gaat maar net goed. Dit is een mooi balletje, zeg, op Gielissen. Gielissen. En Jochem Jansen. En Gielissen. Dat had toch de 3-1 moeten zijn. Alassar. Van Ewijk. Dat is een aardige voorzet. Wordt verlengd door Partsicek. Onder controle via Anko Jansen. Dit scheelt bijzonder weinig. Vlak na die goal van Lima. Hier bijna het antwoord via Anko Jansen. Gaat Dordrecht hier vanavond af op de eerste thuiszege in het jaar 2013. Die zege zou gestalte krijgen als Kousenmaker deze bal binnenkrult. En dat doet hij net niet. Doet hij net niet. Raakt de buitenkant van de kruising na een geweldige vrije trap. Dordrecht wint dus met 2-1. En blijft tot en met de laatste snik meestrijden om een plekje in de nacompetitie. Richard, hoe heeft het zwaargehavende De Graafschap het gedaan vanavond? Ja, de uitslag zegt genoeg. Ik denk dat je hier verliest waar je het eigenlijk niet had hoeven te verliezen. Ik denk dat je de eerste helft gecontroleerd hebt gespeeld. Veel balbezit gehad, toch niet echt veel kansen afgedwongen. Je krijgt met geluk of geluk, je krijgt hier wel een penalty mee, kom je op 1-0 voorsprong. En ik denk dat er weinig aan de hand is. En je ziet eigenlijk lopende tweede helft zie je dat Dordrecht de mouw opstroopt. En wat vooruit gaat spelen, wat meer mensen voorop. Veel duels gaan winnen. En daar hebben wij totaal geen antwoord op gegeven. En dan zie je heel langzamerhand de tweede helft zie je het geloof verliezen. En je verliest de duels. Ja, en op een gegeven moment was er niks meer van over. Stond geen team meer op het veld. 11 eenlingen. En dan verlies je de wedstrijd. Anko, wat voor een wedstrijd heb jij gespeeld? Nou ja, een moeilijke wedstrijd. En we zitten als team ook in een moeilijke fase. En ik heb een poos niet meegedaan. Dus ik denk dat ik zo'n beetje 6 weken heb stilgestaan. En vandaag weer mocht ik weer meedoen. Maar we geven weer een voorsprong weg. Eerste helft is er niet al te veel aan de hand, toch? Nee, ik denk dat we heel veel balbezit hadden. Dat we niet heel veel kansen kregen. Maar dat we wel verdiend op voorsprong stonden. Puur door het veldspel. Alleen in de tweede helft gaan hun opportunistisch spelen. En dan zie je dat we het niet kunnen vasthouden. Ja, jij maakte 0-1 uit een strafschop. Er leek een beetje onenigheid of was er onduidelijkheid over wie hem zou moeten nemen? Want El Asnaoui wilde ook graag, hè? Ja, nou goed, er was wat onduidelijkheid. Maar ik neem de penalties en hij zat erin. Dus dan is er ook niemand die klaagt, denk ik. Hij was even de pickorder vergeten wie op nummer 1 stond. Nou ja, goed, ja. Er was niet veel aan de hand. Maar goed, het belangrijkste is dat zo'n bal erin gaat. In de tweede helft was er wel wat aan de hand, volgens mij, voor De Graafschap. Want ja, Dordrecht was de bovenliggende partij en het leek alsof jullie niet thuis gaven. Nee, ja goed, alles zit dan ook een beetje tegen. Ik schiet die bal op de lat, valt die erin, dan kom je hier op 0-2 en dan is het gespeeld. Maar ja, er vliegt weer een bal van 30 meter. Ik weet niet hoe die erin ging, maar dat zag er ook weer niet goed uit. En ja, dan weet je dat je het weer heel lastig gaat krijgen en dan valt die weer uit een doodspelmoment. En ja, dat is gewoon slecht. Je kunt deze wedstrijd moet je gewoon winnen. Of in ieder geval vol gaan om ze te winnen. Het rust dat komt eigenlijk in de trainingsweken, niet in de wedstrijden. De wedstrijden moet je gewoon er vol voor gaan. Elke wedstrijd moet je willen winnen. Je kan geen wedstrijd op 80% spelen. Kijk, als je op 80% speelt, speel je in de tweede helft. Die speel je op 80% en dan ga je weinig afdwingen. En dat zie je in deze tweede helft, zie je dat ook weer terug. Ja, jullie verliezen er 5 van de laatste 7. Nog een week of 3 te gaan tot aan de play-offs. Ja, je moet wel richting een goede vorm groeien. Kan dat wel in deze resterende tijd nog? Ja, dat moet. Ik denk niet dat het mogelijk is als je zegt van nou, we verliezen er nog een paar en dan zetten we de knop om en dan gaan we in één keer winnen. Dus je zult in deze wedstrijden zul je er toch naartoe moeten werken om een goed gevoel aan de play-offs te krijgen.